Helemaal en wat super leuk dat jullie weer kijken naar deze goed nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie en ik ben een tijdje geleden, denk ik 2 weken geleden, jarig geweest. En toen heb ik cadeautjes gekregen. Ik heb ook net mijn feestje gehouden en het leek me leuk om de cadeautjes te laten zien. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Toen was ik net begonnen met mijn YouTube kanaal volgens mij. Maar nu wil ik het dus nog een keer gaan doen. En ik vond het toen super leuk om te nemen, dus ik dacht, laat ik het nog een keer gaan doen. Dus ik ga nu even laten zien wat ik heb gekregen en ik ben echt super blij mee. Dus laten we beginnen. Oké, het eerste cadeautje is meteen ook heel mooi ingepakt. Het cadeautje is van Lianne. En er zitten heel veel spulletjes in. Nou, eerst heb ik 2 bruisballen gekregen. En hierop zit een hartje. En nog een hele coole, namelijk een blauw-groen gelige. En ik ben benieuwd. Dus deze ga ik sowieso gebruiken. Dan heb ik hier de chocoladereep die was aangebroken, want ik moest natuurlijk even proeven. Dit is dus de nieuwe Milka Oreo. En als jullie mijn video's kijken, weet ik niet of ik van Milka Oreo hou, maar dit is een nieuwe. En hij is heel erg lekker. Dan heb ik een schnitzel. En dat vind ik gewoon een hele lekkere geur. Dus deze. En dit is een body lotion. Dan zit er nog een hele mooie doos bij. En die zat bij de Milka. Daar zat hij aan vast. Dan nog een nieuwe kwast. En deze is van Catrice. Dan nog alleen nog maar eten. Maar dit is dus het M&M & Friends. En ze heeft er dus een hele oude foto van ons twee op gedaan. Hier waren we... Ik zie het er echt niet uit. Maar hier waren we denk ik 7 of 8. Dus heel cute. En het is dus een M&M & Friends. En er zitten allemaal... M&M's in en Snickers, Bounty en Mars en Twix. Dus die ga ik ook lekker opeten. En nog een Milka karamel. Maar ze smelten een beetje, dat voel ik, want het is heel warm. Dat is cadeau 1. Dan heb ik hier een cadeautje van, als het goed is, Laura. Als ik het fout heb, sorry jongens, maar deze is volgens mij van Laura. Daarin zit een kaars en die is roze. En er staat op, create your own magic. En ik denk dat ze weet dat ik van kaarsen hou of zo. Want ik heb heel vaak bij de hele kaarsen aan. Dus dan ga ik dat nu ook doen en ik ben er heel blij mee. Dan zit er nog een handgel in. En dat vind ik heel handig voor mee te nemen naar school. Nog een lipgloss. Die kan ik ook lekker meenemen naar school. Een handscrub. Ook heel handig. En nog zo'n magic towel. En mensen keken me raar aan dat ik nog niet wist wat dit was. Maar als je het dus in water doet, dan wordt het een doekje of zo. Een heel zacht doekje. Wel heel cool, dus deze ga ik uitproberen. En dan is dit een tasje. Wacht, ik weet niet, heb ik dit tasje al laten zien? Dit staat er dus op. Dan heb ik hier iets wat jullie al gezien hebben kunnen hebben in de vlog van mijn jarig weekvlog. Deze 2 lijstjes die ik van Peter heb gekregen. En ik moet er nog steeds wat in doen, maar ik ga er waarschijnlijk quotes in doen. En dan ga ik dat gewoon ophangen hier in mijn bedsteen. Dan heb ik hier van Mirella deze... shower gel en body lotion gekregen. Van Mirella heb ik trouwens echt heel veel gekregen. Heel lief. Maar dit heb ik dus van Mirella gekregen. Dan heb ik iets wat ik eigenlijk voor de video niet op zou eten. Maar dat is niet helemaal gelukt. Hij zat eerst helemaal vol met snoepjes. Tot hier, maar oké. Okay. En dit krijg ik dus van vrienden van ons. Ook nog met geld erbij, met een koop gemaakt. Oeps. Maar hier zitten snoepjes in. En die ga ik nu niet opeten. Dan heb ik, als het goed is, van Sophie. Hoop niet dat ik het fout heb. 2 Milka karamel en nog een Feliciteerd, die ik per ongeluk, ik moest hem kapot scheuren om te kijken wat erin zat, maar er zit dus een fashion check in, heel blij mee met, van 10 euro. En met fashion check kun je dus gewoon naar heel veel winkels, dus heel leuk. Dan heb ik van Esmee een enkelbandje gekregen en dat vind ik echt schattig. Ik had nog geen enkelbandje, maar er zitten dus hartjes aan en diamantjes en hij ziet er heel schattig uit. Dan heb ik ook nog van Esmee eten gekregen. En dat is altijd goed. Dit zijn dus Belgische chocoladehartjes, staat erop. Dus die ga ik lekker opeten. Dan heb ik, wat jullie ook al hebben kunnen zien, deze sticky notes van mijn broer. En die ga ik ook gebruiken. En jullie denken misschien, heb je dat nog steeds ook niet opengemaakt? Maar ik heb gewoon speciaal gewacht op deze video. Want ik dacht, dus zou ik deze video nu wel goed nemen. Maar ik dacht, het is toch wel leuk. Dus daarom heb ik het dus nog meestal niet geopend. Maar sommige dingen. Dan heb ik hier van ietsje gewoon geld gekregen. Dus ook heel blij mee. Dan heb ik weer hier iets van Mirella. En dit is er staat op Repair Control Cream. En het is voor je haar. En zij heeft dit zeg maar altijd na zwemmen. Mag ik het gebruiken? Dus toen dacht ze, misschien is het wel handig als ik het voor haar koop. Maar het ruikt ook lekker. En het is gewoon een olie voor je haar volgens mij. Dus die ga ik zeker gebruiken. Dan heb ik hier iets heel moois van Fenna.
een fashion check. Maar hier zit dus een fashion check in. En een maskertje. En het is heel schattig. Dat ga ik ook gebruiken. Ik had trouwens nog fashion check, maar die heb ik al opgemaakt. Ja, dat was dus deze. Maar die zit er niet meer in. Dan heb ik hier van Ilse een lekker, volgens mij is het van Ilse, een lekkere lolly gekregen. En hier, dit is een hartje. Ik hou echt van lollies. Dan heb ik hier een tasje. En dit hebben jullie ook kunnen zien in de vlog. En hierin zit, dit is van Anje en haar ouders. Van Martijn, zijn ouders. Dit is een toilettasje. En er zei iemand dat het geen meloen is. Maar ik vind dat het een meloen is. En dit is gewoon heel schattig. Ik neem aan dat het van Hema komt. Want het lijkt echt op Hema. Dan heb ik hierin ook nog deze handcream. En dit is allemaal een beetje dezelfde stijl. Daarin zat ook nog geld, maar dat heb ik eruit gehaald. Dan heb ik nog een bruisbal. En ik heb zo net, ik heb nog zo'n bruisbal gekregen, maar die heb ik vandaag gebruikt in de bad, in mijn bad. En hij was heel fijn, dus dat is top. Dan heb ik hier nog foaming shower gel. Ook weer in dezelfde stijl. En nog een lippenbalsem. Ik hou van die kleine dingetjes. Alleen ik heb het papier wel een beetje verpest. Maar oké. Dan heb ik hier van Myrthe een toilettasje gekregen. En deze is volgens mij van de Hema. En hierin zat dus een bruisbal dat ik vanochtend al heb gebruikt. En nog een bath foam shaker. En als je het dan schudt, dan wordt het heel cool ofzo. Dus dit ga ik wel proberen. En ja, deze dus. Dan heb ik nog echt hele schattige stijl, vind ik dit. Een handcream. Ik heb echt voorraad. Ik vind het echt leuk. Want dan kan ik dat in mijn tas doen. En nog een lippenbalsem. Dus dit tasje. En ik vind het trouwens heel leuk. Want ik heb heel veel toilettas gekregen. En ik heb daar echt een verslaving aan. Dan heb ik iets. En dat hebben jullie ook al voorbij kunnen zien komen. Deze Masha planner van mijn ouders gekregen. En die kun ik dus gewoon heel handig in plannen. Dus dat is heel leuk. Dan heb ik hier, als het goed is, van Iris een naam. Hoe noem je dat? Er staat op crème douche. Dus zo noem ik het. En hij ruikt echt lekker. En daarbij had ik nog gekregen dit pakketje met twee, ja, body lotion, bed en shower. Ik weet niet hoe je dat noemt, maar daar kun je dus mee wassen. En nog een toilettasje en er staat op You Make Me Smell. Dat is heel lief. Dan heb ik hier nog een Rachel was. En volgens mij heb ik deze van Annika gekregen. En dat is gewoon zo in één en die vind ik heel lekker. Dan heb ik hier nog iets van Mara, een heel mooi pakketje. Met zo'n hele mooie spons. En er zitten meloenetjes op. En ik vind het er echt goed uitzien. Het is ook gewoon echt typisch iets voor Mara om aan mij te geven. Echt lief. En daarbij zit nog een heel mooi toilettasje. Die ga ik zeker gebruiken. Een maskertje. En nog een foam van Hema. Heel leuk allemaal. Maar ja, jullie hebben het allemaal heel mooi ingepakt. En ik verpest weer. Dan doe ik dit gewoon eventjes gelijk. Dit geld was volgens mij van Femke. Dit geld was ook van Femke, maar dan van een andere Femke. En dit was van Chanel. Het zit volgens mij in alle drie 10 euro. Dus dat is ook lief. Dan heb ik hier stiften. En ja, deze hebben jullie ook al kunnen zien. En deze heb ik van mijn broer gekregen. En het is gewoon altijd fijn om te hebben. Dan heb ik hier van Mirelle een body cream. Crème cream van Nivea. En ik heb hem geprobeerd en hij is heel fijn. Dan ga ik nu even heel veel van Mirelle laten zien. Dan heb ik hier nog Cleansing Wipes. En ze heeft het gegeven omdat ze zei dat ik nooit boekjes heb. Dus daar heb ik voorraad. Dan heb ik hier nog twee maskertjes ook van Mirella. En ik had er eigenlijk 3 gekregen. Alleen die andere had ik vanochtend al opgedaan. Dit is een hydrogel lipmask. En dit is dus een masker voor je lippen volgens mij. Dan heb ik hier een Benda face. En dat vind ik echt cool. Dan heb ik hier nog een sleutelhanger, lipglossjes. Ik kan het dus als sleutelhanger gebruiken. En nog een handgel. En nog een handcream. En nog het laatste van Mirella. Deze Gliss Cure Hair Repair Anti-Klitspray. En dit heb ik wel nodig. En dit gebruikte ik vroeger echt altijd. Dus ja. Dan heb ik hier nog van Ilse iets heel schattigs. Dit vind ik een heel mooi tasje. Een kettingje. Ik heb die al omgehad. En hij ziet er zo uit. Er zitten hartjes aan met diamantjes. En hij is goud. En ik vind het echt schattig. Dus die ga ik zeker omdoen. Het zit in zo'n heel mooi papiertje. Om nog een papiertje. Dan heb ik hier nog iets. Dat hebben jullie ook al wel kunnen zien. Dat is een Catrice concealer. Heel blij mee van mijn broer. En dan het allerlaatste. Deze van mijn ouders.
En dat is weer deze. En ik ben echt blij dat ik heb een soort van format. Nou, dat waren dan alweer alle cadeautjes. En ik ben er super blij mee. Dus bedankt allemaal. Als je deze video leuk vond, geef me dan zeker even een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder als je niets meer van mij wil missen. En dan zie ik jullie weer volgende week bij een nieuwe video. Doei! Mwah!